Ik denk dat Ambrose kan niet door weer hergroeperen. Voor de poort of voor de poort helpen? Ik denk voor de poort. Bourgondië kan hierdoor weer hergroeperen en zijn leger opstellen, maar nog steeds C, links en D rechts. Watendragers, linie C vormt een linie. Hij roept de boogschutters achter hun. Langs de aarschot. Kans gaat linie A een shieldwall vormen. Schildjes. Ja, ben er. Zwaar infanterie. Ja, het schilderen en fullplates met gesloten helmen in de voorste linie, de rest in de linies daarachter. De boogschutters van Aarschot die op de muren stonden, gaan achter de muren staan. Linie T rukt op met drie grote pakken, terwijl de boogschutters hen volgen. Zij opent dan de lijn voor de boogschutters, die komen ertussen en lossen een salvo recht op de shieldwall. Mietjes! De linie sluit zich waardoor de boogschutters de kans hebben om terug op te spannen. Terug drie stappen naar voren, met de boogschutters die volgen en terug een salvo. Dit gaat zo door tot linie C in het midden van het slagveld staat. Eens in het midden van het veld, na het laatste salvo, gaat linie A aanvallen op linie C en de boogschutters. Linie C krijgt het zwaarste verduren door de agressieve tegenstoot van linie A. Agressieve tegenstoot van dinges. Dan drijft linie C uiteindelijk tot linie A terug. Vanaf het laatste salvo van de boogschutters van Bourgondië zijn de boogschutters van Aarschot in de poort gaan staan. Ze komen nu met een 20-tal boogschutters uit de poort en geven salvo's op linie D. Drie salvo's. Na drie salvo's vindt linie D niet genoeg en beslist om vooruit te trekken om linie B aan te vallen. Oh nee! Als linie D naderbij is, staken de boogschutters van Aarschot het vuren en gaan terug achter de poort. En we kunnen terug op de muur. Linie B vecht met linie D. Linie B drijft linie D terug naar achter. Ja? Oké. Okay. Onderhandelingen. Draai je niet uit. Beide legers maken je klaar voor de laatste kans. Maar je hebt echt niet vandaag, hè, mama? Mama! Eén grote lijn langs twee kanten. Aarschot komt naar het midden van het slagveld, Bourgondië. Oh, deze wordt wel leuk, het knelt hier wel even mee. Bourgondië chargeert hierop met zijn volledige linie. Maar. Aarschot wint. Dirk en de boogschutters van Bourgondië schieten op de overwinnaars van Aarschot. Oh no! Die trekken die terug achter de muur en plaatsen een vriezer uit er voor alle veiligheid. Voilà. Painsveel! Dat is het. Ja, dat is het wel, hè. Wil er nog één met dat scenario eens lezen? Of kennen we? Ik zou een paar mensen moeten hebben om Eddie en David te komen...